Hallo mensen, hier is Ricardo Kremers weer voor een tweede tutorial, video tutorial voor After Effects. De eerste ging over greenscreen, deze gaat over tracking. Deze tutorials zijn gebaseerd op de video tutorials van videocopilot.net. Dus deze site. Hier kun je ook dezelfde tutorials ongeveer vinden. Het is allemaal in het Engels dat wel, maar voor de verder zijn het prima tutorials. Ze hebben ook heel veel andere tutorials voor After Effects waar je effecten mee kunt doen. En ze hebben ook wat plugins die je kunt kopen. Heel goede plugins, ook wat stokmateriaal wat je bij hen kunt kopen, heel erg goed. Het zijn gewoon echt het is een goede sites. Dus daar is het op gebaseerd. Tracking, waar gaat het over? Tracking is eigenlijk een aantal opties wat je kunt doen voor tracking om even kijken, je beeld te stabiliseren. Dus als je iets uit de losse pols hebt geschoten, dan is het soms een beetje wiebelig, dan kun je het mee stabiliseren. Heel handig. Je kunt ook gewoon met tracking kun je dus ook gewoon beelden volgen. Dus een persoon volgen of een oog vervangen met een speciaal zelfgemaakt oog daarmee vervangen. Ik zal vrij basic dingen uitleggen. Dus eerst wat we gaan doen is stabiliseren van een beeld. Ik heb een beeld van Allee, een straat. Maak er even een compositie van. Ik sleep dus dit bestand naar deze icoontje. Heb je dus een compositie erbij. Ik zal hem even laten zien hoe het eruit ziet. Het is gewoon een vrij shaky beeld. Hij roteert een beetje, hij wiebelt een beetje. Nou, om dit stabiel te krijgen, moet je dus dubbel klikken op het beeldmateriaal. Vervolgens ga je naar Windows toe en ga je de tracker aanzetten. Nou, de tracker heeft een aantal opties die je kunt kiezen. Nou, eentje daarvan is dus stabilize motion. Ik moet het wel goed zeggen. Die gaan we dus ook nu gebruiken. Je ziet dus ook wel, dit is onze compositie. Dit is het originele beeldmateriaal wat ik nou ongeluk verplaats. Kijk, ik zal hem weer even terugzetten in de goede view. Ik zal hem even mijn workspace even resetten. Zodat alles weer op zijn plekje staat. Even opnieuw, Windows, tracker. Ik zet deze eventjes hierbij. Dan kan ik hem wat meer ruimte trekken hier. Nou, dubbelklik op je materiaal. Dan zie je dus dat je het origineel materiaal opent. Stabiliseer motion. Nou, dan krijg je dus een trackpoint. Die kun je verplaatsen. Die kun je ook vergroten en verkleinen. Ik zal een beetje inzoomen, dat is toch makkelijker. Dus als je hier klikt, nou, je ziet al meteen dat hij zo'n soort zoom-in doet. Nou, dat is op zich wel prima, want dan moet altijd een contrastrijk punt hebben. Dus waar zwart en wit is dan natuurlijk het beste. En wat we ook gaan doen is dus de rotatie aanzetten. En wat hij dus eigenlijk dan doet, is dan nog een trackpoint aanmaken. En die heb je natuurlijk nodig om te zien hoeveel hij iets roteert. Nou, hier kun je dus, dit is eigenlijk het gebied wat hij trackt, dit puntje. En dit is ongeveer het gebied wat hij gebruikt waar ongeveer terecht komt. Probeer altijd een contrastrijk gebied te gebruiken. Dus niet hier zoiets van die blaadjes van die palmboom, want dan kan hij niet goed een referentie vinden. Voor de rotatie zou ik ook als tip geven, probeer altijd gewoon twee punten te pakken van dezelfde kant van het gebouw. Dus niet hier de zijkant, maar deze twee punten zijn dus van de voorkant van het gebouw. Ik zal een beetje uitzoomen, kun je beter zien. Eigenlijk nog beter is misschien dit punt te verplaatsen naar hier. Kijk eens, zo. Hier zit al een beetje een ronding in. Nou. Dit is ongeveer goed. Nou, wat je vervolgens moet doen is dus eigenlijk op de play-knop Analyze Forward doen. Nou, doe je dat. Wacht je eventjes.
Het kan soms best lang duren als je een lang stuk beeld hebt. Dus een vrij kort filmpje. Je ziet dus dat hij twee punten heeft getrackt. Ik zal het een beetje inzoomen. Dit zijn die punten daarvan. Nou, vervolgens wat we gaan doen is dus apply. We applyen het op het filmpje zelf. X en Y is prima. Oké. En wat je nou krijgt dus als je hem nu afspeelt. Ik zal even deze wat lager weer zetten. Dus je speelt hem af. Dan ga je dus zien dat dit vrij stabiel is geworden. Het beweegt bijna niet. Deze auto die staat gewoon niet meer hier rond te wiebelen, zullen we zeggen. Het enige wat dan wel een nadeel is, is dat je eigenlijk het beeld roteert en verplaatst op de compositie gezien, zullen we zeggen. Dus je hebt een stuk open hier. Dus ik zal even de transparantie uitzetten, dan heb je dus een zwart vlak. Maar ja, het enige wat je daar eigenlijk een beetje kan doen, is dat je hem een beetje scaled. En dat zorgt ervoor dat je dus niet die transparante randen hebt of zwarte randen. Dus je pakt je beeld. Je gaat trekken. Houd shift in om de proporties te houden. Een klein beetje. Dat net genoeg is. Kijk, een beetje er doorheen gaan. Volgens mij mag die nog ietsjes kleiner. Je moet het natuurlijk zo weinig mogelijk doen, want je verliest natuurlijk beeldkwaliteit. Als je iets zoomt, maar een klein beetje is te verwaarlozen. Nou, dit is prima. Dus als ik dit gewoon eventjes render, een RAM preview van maak, zie je dus dat het beeld best wel stabiel is geworden. Oké, nou dat is dus het stabiliseren van je beeld. Dat is dus één ding wat je kunt gebruiken voor tracking. Wat we nog meer kunnen gebruiken is iets volgen. Nou, daar ga ik een ander filmpje eventjes voor. Als je dus iets wil volgen dan, met tracking, dan zal ik ook eventjes een voorbeeld van laten zien. Je hebt hier dus een filmpje van twee gozers die dus rondlopen en die gaan we dus volgen. Nou, we hebben dus het materiaal weer een compositie van gemaakt. We gaan vervolgens een nulobject aanmaken. Een nulobject is eigenlijk gewoon een object wat je niet echt ziet. Het is eigenlijk alleen maar om data in op te slaan. Dus die zie je verder niet. Ik kan hem ook eventjes gewoon onzichtbaar zetten. En wat we nu vervolgens gaan doen is dus het origineel materiaal dubbelklikken. En we gaan onze track motion kiezen. We doen alleen de positie. Nou, dan gaan we dus naar het begin van je tijdlijn. Je verplaatst je track motion naar weer een contrastrijk punt. Als je spatie inhoudt kun je trouwens je beeld een beetje verplaatsen. En een mooi contrastrijk punt is bijvoorbeeld als je zijn hoofd wil volgen. Hier het stukje oor of zo. Ik zal hem eens bij die andere neerzetten zo. Dat is idee. En vervolgens doe je net als bij de stabilisatie Analyze Forward klikken. Dan gaat hij berekenen. Omdat je dat nul-object hebt aangemaakt, gaat hij al automatisch de target op die 0-1, zo heet je nul-object ook, kiezen. Je kunt het ook aanpassen. Dus als je Add a Target en je hebt een ander nul-object die je wil gebruiken, dan zal hij hierbij staan. Dat is nu niet het geval. Ik heb maar één nul object, dus ik kies meteen een goede. Apply zeg ik dan. Dus toepassen. En wat je dus ziet hier in de compositie is dus dat er een tracker is aangemaakt. En als het goed is, gaat nou mijn nul object die je dus ziet, die gaat dus nu mee. Hij pakt dus eigenlijk de linksboven de hoek eigenlijk het referentiepunt om dat te doen. Nou is het zo dat ik heb gezegd dat dus nul object niet te zien is. Maar wat kun je dus doen? Je kunt dus bijvoorbeeld een nieuwe solid aanmaken bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld een soort praatballonnetje of zo. Nou, maak hem wit. Ik zeg oké. Ik klik hier eventjes, eventjes uit, klik even een ballonnetje hier zo. Kijk eens,
Ja, mooi punt. Even snel. Dat is niet de mooiste gabon. Kijk, hier zo. En dan een spitspunt naar die gozer toe. Dus zo. Dit is trouwens gewoon de pen tool. Ik ben dus een masker aan het tekenen eigenlijk voor mijn witte solid. Even kijken. Misschien iets kleiner nog. Het is wel erg groot. Zo. Nou, hartstikke mooi. Zoals het schipfiguur. Zet ik er nog wat tekstje in. Kijken, en dan zorgen dat het zwarte tekst is, hè. Wat een mooi weer vandaag. Nou, wat een tekst, hè. Oscar winning. Kijken, een beetje de lijnhoogte aanpassen. Dat is te weinig. Iets meer, yes. Centreren, zo. Ik zal het even netjes in doen. En nu heb ik dus eigenlijk een tekstje en een ballonnetje. En wat we nou gaan doen is dat we deze eigenlijk parenten aan nul object, zodat die dus eigenlijk blijft voor. Dus ik pak hier dat lasso dingetje hier, selecteer beide lagen. Lasso dingetje pakken, op de nul klikken en ze zijn geparent. Je ziet hier dus ook die parent informatie. Als je dit niet ziet, kan het goed zijn dat je deze toggle hebt. Je moet eventjes gewoon kijken welke... Ik zie trouwens dat je bij beide gewoon ziet dat het de parent is. Stel dat die parent nog steeds niet te zien is, rechtermuisknop, columns en dan kun je hem hier ook aan en uitzetten. Stel dat die nog steeds niet te zien is. Hij moet hier wel geparent zijn, dus 0,1 is prima zo. En als we dus nu een pre-render doen, even kijken, moeten we dit weer even naar beneden schuiven. Zo'n rampreview. Daar zou het in theorie moeten zijn, en jawel mensen, dat die ballon dus en de tekst meegaat met deze manier. Nou, dat is hartstikke fijn. Wat het fijne hier ook van is, is dat je dus gewoon deze ook makkelijker kunt op een andere plek kunt zetten en hij blijft hem toch voor. Want hij is dus eigenlijk geparent aan het nulobject en daardoor krijgt hij die data mee dat hij dus mee moet gaan. Dus als ik hem dus eigenlijk op deze manier, of ja trouwens hij is wel getrackt op deze manier, maar je zou hem volgens mij ook hierop kunnen zetten en kijken hoe dat eruit ziet. Ja, het is iets minder. Hij is natuurlijk getrackt op deze, dus ik kan hem bijvoorbeeld wel hier bij zijn boek zetten en dan ziet het er een beetje raar uit, maar het gaat even om het idee dat hij dus precies volgt. Nou, hartstikke fijn. Je kunt hier natuurlijk fraaiere voorbeelden van maken, maar dit is eventjes om te laten zien hoe dit tracking motion werkt. Je ziet ook dat het eigenlijk vrij eenvoudig is. Dus... ja, dit is tracking. Oké,